hechtje, raampje, prullenbakje. Even een selfie, foto's maken, dat kan iedereen. Is toch geen kunst aan? Maar niet elke foto komt in een museum te hangen. Deze wel. Is dus kunst. Maar waarom is een foto van een vieze wasbak kunst? Misschien de kleurcombinatie? Ik denk ook wel dat je niet per se iets moois hoeft uit te beelden. Het is gewoon het hedendaagse dat hij wil vastleggen, denk ik. Heeft hij hierover nagedacht van tevoren? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar misschien is het ook wel dat zeg maar zoiets vies, omdat het in zo'n projectielichtbak zit, dat het zeg maar een beetje een soort reclamevorm krijgt. Dus dat zoiets wat eigenlijk totaal niet als reclame gezien kan worden, toch in een soort reclamevorm is gezet. Krijg nu wel extra aandacht, het lelijke spat er vanaf. Het zou niet speciaal zijn als het gewoon een mooie wasbak zou zijn, want dat zien we toch elke dag. Kunst? Ja. Ja. Wanneer is een foto nou zo belangrijk dat je hem in een museum ophangt? Nou, bijvoorbeeld dit kunstwerk van Esko Manniker. Dit is een foto, die hangt hier in het museum en die staat bijvoorbeeld niet in de krant. Omdat het in een museum hangt, is het een kunstwerk. Ja, maar dat is hartstikke simpel. Zo kan ik het ook. Dit is toch een gewone foto? Dit lijkt misschien in eerste instantie een gewone foto, maar als je iets beter kijkt, dan is er een andere laag. Deze vrouw is een vrouw uit São Paulo. Die is hier precies door Esko Manniker neergezet met die deuren achter haar rug als een soort vleugels. Die band in haar haren is een soort aureool. En zelfs die slippertjes hieronder, dat zijn details waar Esko Manniker over nadenkt. Het zijn net twee vogeltjes, zoals kinderen die tekenen. Hij denkt hier van tevoren over na en dit is geen toeval achteraf. Nee, het is niet zo dat hij door de straten van São Paulo aan het lopen is, zomaar foto's aan het nemen is en pas thuis denkt, hé, deze vind ik mooi, die wil ik graag in het museum hebben. Nee, hij denkt daar precies over na. Hetzelfde met die lijst. Hij verzamelt lijsten en hij vindt deze lijst speciaal voor dit kunstwerk heel erg mooi en goed erbij passen. Dus het draait allemaal om de gedachte erachter. Precies. Twee chicks in een bikini. Zonder topje. Ja. Kunst? Zeker kunst. Het is een prachtige foto. Want de compositie is heel mooi. Je ziet twee beeldschone, drijvende, zwevende meisjes in een blauw bad. De kleuren zijn prachtig. Maar ik zou dit op vakantie ook kunnen doen. Dan moet je dat doen. Dan hang ik het misschien wel op, als het heel goed is. Ja? Ja, misschien. Maar ik denk niet dat je dit op vakantie ook kan doen. Nee, waarom niet? Nou, het is heel moeilijk om zo'n foto te maken. Je moet het moment hebben. Het is ook een idee. Je moet het idee hebben om zoiets te maken. En het is technisch is het heel lastig om zo'n foto te maken. Hier weer een andere foto. Nou, dit is echt een compositie. Hier hebben ze over nagedacht. Over de blik en over de kleuren en over de achtergrond en over de sfeer die het moet uitbeelden. Als je dit vergelijkt met een schilderij, wat maakt een foto dan anders? De techniek, hè? Een foto maak je met een camera. Mm-hmm. Oh. Dus, ja. Ik dacht ook. Ja, een foto is een foto en een schilderij is een schilderij. En qua prijs? Dat maakt het ook niet uit. Maar zo'n foto, daar kun je 10 kopietjes van maken. Bij een schilderij gaat het wel wat lastiger. Dat kan. Het is ook afhankelijk. Als deze in een oplage doen van 1000... dan kan je er een stuk minder voor vragen dan wanneer je het doet in een oplage van 10. Of van 5. Of van 1. Dat kan ook. Ik heb met foto's altijd zoiets dat ze gewoon goed doordacht moeten zijn. Dus op het moment dat het concept klopt of juist de compositie klopt en het als kunst uitgebracht of uitgegeven wordt, dan vanaf dan is het toch al wel kunst. Het gaat vooral om het idee achter de foto. En ja, het kan misschien bijvoorbeeld alleen maar een gezicht zijn wat gefotografeerd is, maar misschien zie je dan net in dat gezicht iets wat dat gezicht vertelt. Wat dat betreft, als je het al ziet als kunst, als jij denkt, dit vind ik een mooie foto, omdat het iets uitstraalt wat je niet vaak ziet, of juist wat je heel vaak ziet, maar wat je zo beschouwt als iets moois, dan zou dat al kunst kunnen zijn. Ja, nee, dat licht, ik weet het niet. Misschien zo. Hoe maak ik hier nou kunst van? Misschien een beetje scheef inzoomen. Ah, kijk, dit is pas echt nasty. Goed.